Goeiedag. Dis in hierdie omstandighede rondom COVID-19 dat daar opnuut sekere vrae na vore kom. Vrae soos, is God regtig in beheer en in beheer van alles? Of is ons maar eintlik maar bietjie uitgelewer aan net omstandighede en aan mense se keuses en aan 'n verloop van 'n siekte? Is dit God wat ons tigtig en met ons praat en moet ons verootmoedig of is dit maar net toevallig en die bloot verloop van die lewe en ons moet maar net deur hierdie tyd kom? Kom ons gaan kyk na 'n paar beginsels vanuit die skrif. En ek gaan eers in sy gedeelte lees uit Romeine 8 vanaf vers 28. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet. Die wat volgens sy besluit geroep is. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? En dan hierdie bewys dat God vir ons is. Kry ons in vers 32. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dis oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. En dit is sekerlik die heel eerste beginsel. Niks kan jou van God se liefde skei nie. Daar is 'n diep gewortelde sekerheid, 'n vrede, 'n vreugde wat jy kan hê as kind van God. Want dit gaan hier oor kinders van God in hierdie gedeelte in Romeine 8. 'N diep gewortelde sekerheid dat God jou lief het en dat hy jou altyd sal lief hê en dat niks jou uit God se liefde kan wegruk. As jy deel het aan Christus, met ander woorde, wanneer jy vanuit die besef van jou eie sonde verlorenheid na Christus gedraai het en gesê het, ja Here, U is Christus, wat vir my mens kon word het, vir my sondes kon betaal het aan die kruis, vir my die dood oorwin het en vir wie ek in die geloof omhels, dan kan ek weet as kind van God, dat niks my van die liefde van Christus kan skei. Maak nie saak hoeveel dinge gebeur met jou of rondom jou. Vers 38 sê, hiervan is ek verseker. En hierdie woord wat hier gebruik word, hy op 'n sekerheid van 'n situasie as 'n gegewe. Niks kan jou van God se liefde skei. Maar wat van al die omstandighede en die keuses van mense rondom my en die gevolge daarvan op my lewe? Wat van die keuses in my en ons as Christene maak doen ook baie keer baie stupid dinge. Dinge wat ons wat in stryd is met ons kinskap en met ons nuwe identiteit. Dinge wat ons laat voel maar kan die Here my nog lief hê? Ons kies so baie keer soos Louis Giglio dit sê, we choose less than God's best. God gee vir ons die beste en hy bedoel vir ons die beste. We choose less than God's best. Kan ek deur hierdie verkeerde optrede kan ek my so van God se liefde skei? Kan ek deur die optrede van ander van God se liefde geskei word? In Romeine 8 sê niks. En in die dieper grondliggende betekenis van niks is niks. Niks kan my van God se liefde skei. Maar hierdie belofte, hierdie sekerheid beteken en veronderstel dat God dan die een is wat bepaal. Dat God in beheer is van alle omstandighede. Dat God alles onder sy hand het en dat hy daarom, omdat dit in sy beheer is, kan sê, maar niks sal jou van my liefde skei.
En dan kom die vraag, maar wat dan van die menselijke verantwoordelijkheid? Beteken Romeine 8 nou, ek kan maar maak wat ek wil, en dinge gaan maar in elk geval net loop soos dit loop. Het die keuse en die verantwoordelijkheid van die mens dan nie gevolgen? Is het niet juist die verkeerde keuze van die mens, Adam en Eva, dat die sondeval juist plaasgevind het by hulle en al die gevolgen wat daarmee saamgaan? Is het niet juist dier die verkeerde mense, verkeerde keuzes van mensen, oor eeuwen, dat ons vandaag zit met een stikkende, gebroken wereld, met zwaarkry en met ziekte nie? Nou, Tim Keller hanteer ook vanuit die skrif hierdie onderwerp van Godse beheer en die verantwoordelijkheid van die mens, en ek het self baie daaruit geleer en gebruik dit ook vandaag. En hy maak onder andere die stelling van dat het vooral in die westerse cultuur werk ons met of-of. Of ons het die verantwoordelijkheid, ons het die beheer, ons het die keuzes, en die lewe word eintlik deur ons bepaal, of God bepaal alles, en die keuze wat ons maak, maak nie eintlik saak. Die goed wat ek doen, het nie eintlik betekenis. Maar die Bybel werk nie met of-of nie, die Bybel werk met en-en, en ek wil het graag vanuit die skrif aantoon, hoe die verantwoordelijkheid van die mens en die beheer van God eindelijk net saam genoem word in die skrif. Spreuke 16 vers 1. Die ou vertaling vertaal het meer direct met die planne van die hart is van die mens, maar die antwoord van die tong kom van die Here. Die planne van die hart is van die mens. Die mens dink, beplan, dit kom uit jou hart en dit is jou verantwoordelijkheid en toch die finale woord, die besluit, kom van God, en dit is toch eindelijk een teenstrijdigheid wat so gemakkelijk, sonder spanning, net in een vers hier in die Bybel, saam gedink word. Een ander voorbeeld is Handelinge 27. Paulus is een gevangene, hy is op een skip, en die skip is in een storm, en dan verskyn een engel aan Paulus, en hy sê dat die mense op die skip nie sal vergaan. Die mense gaan oorleef, en dis wat hy ook oordra en sê, skep moed, die Here sê, deur die engel, ons sal nie vergaan nie. Die skip sal vergaan, maar die mense sal nie vergaan. Maar dan sien ons in vers 21 hoe daar matroos is wat een klein bootjie van die skip af wil wegkom. En dan sê Paulus vir die officier, as hierdie matroos nie aan boord bly nie, kan julle nie gered word. En dit is eintlik vreemd, want God het dan gesê julle gaan gered word, en nou is het so asof dit wat die matroos doen, dit wat God sê, in die wielerij, dit wat Godse plan is in die wielerij. Het word net so saam genoem in een openbaring van God. In Spreuke sê, jy dink en jy beplan, maar is eintlik God wat bepaal en besluit. Handelinge 27 sê, God sê wat gebeur, en dit word toch skynbaar verydel deur wat mense besluit en deur wat mense doen. Maar die Bybel noem dit saam as waarhede, sonder spanning, en sonder om precies vir ons te sê, hoe dit in mekaar steek. Het is net beide waar. Nog een voorbeeld is wanneer die Israeliete in Egypte is, en Moses hulle ook moet uit Egypte uit, en dan weier Farao dat hulle moet trek, en dan op die ouwe sien ons hoe Farao hulle gestraf word, omdat hulle die geweier het om die Israeliete te laat trek. Maar dan sien ons hier die interessantheid van Exodus 8, daar kan jy die hele verhaal lees, dan sien ons in vers 15, en toe Farao sien dat daar verlichting kom van die pla wat gegee is, het hy sy hart verhard en nie na hulle geluister. 9 vers 34, toe Farao sien die reën en die haal en die donder hou op, het hy nog verder gesondig, en sy hart verhard, hy en sy dienaars. Maar dan lees ons, net in die volgende hoofstuk, vers 27, maar die Here het Farao se hart verhard, en hy, Farao, wou nie sy volk laat trek, wou nie die volk van God laat trek. Ook in vers 17, in Exodus 14, en kyk ek, dis nou die Here, sal die hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle achter hulle aangaan, achter die Israeliete aangaan, en dan sterf hulle, in die Rooisee. Die Egiptenare sterf in die Rooisee. Hulle verhard hulle hart, en toch is het God, wat in beheer is, en ook hulle harte verhard.
Dat is nog een voorbeeld. We zien ook later aan is Israël zo zondig en elke keer wegdwaal, en gebruik die Heere Assyrië en Baal om sy volk te tuchtig. Maar zelfs dan lees ons in Jesaja 10 vers 12, maar wanneer die Heere alles wat hij op Simons berg en in Jerusalem wil doen afgehandel het, sal hy die koning van Assyrië straf oor sy trots en selfversekerheid. Die koning het ook, alhoewel die Heere hom gebruik en die volk Assyriërs gebruik het, het die koning sy eie verantwoordelikheid en word hy ook daaroor gestraf. Ook in Jeremia 51 sê die Heere, ek sal vir julle reg opkom, ek sal Babel straf vir wat jou aangedoen is. Babel, al het die Heere hom gebruik, het sy eie verantwoordelikheid. En dit word net so saam genoem in die Bybel. Godse beheer en die mense keuses, die verantwoordelikheid van die mens, word nie in die Bybel teenoor mekaar afgespeeld. Dit word net saam genoem as werklikhede, sonder om te sê hoe dit in mekaar steek. Ons as mense is vir ons so moeilik om hierdie skynbaar teenstellende dinge saam te dink. Miskien is ons brein net te klein om dit mooi by mekaar te bring. Dalk is hierdie hoe alles in mekaar steek net 'n kerfie bo ons posbeskrywing. Ons is maar net mense en God is God en op 'n goddelike wyse dat hy hierdie dinge in mekaar steek. Dr. Lou Alberts gebruik 'n voorbeeld om juist te sê hoe dinge in 'n sekere dimensie onmoontlik lyk en in 'n ander wel. En ek het die voorbeeld al baie gebruik, maar ek wil dit graag weer gebruik. Die voorbeeld van 'n driehoek en 'n sirkel. 'n Driehoek is tog nie 'n sirkel nie. Dis tog logies. Maar nou sê hy, nou vat jy die driehoek aan die boopunt, en jy sien hierdie driehoek hierso, en jy vat hom aan die boopunt, en nou draai jy hierdie driehoek in die rondte, en jy begin hierdie driehoek vinnig genoeg in die rondte draai, en as hy regtig baie vinnig in die rondte draai, dan lyk hierdie driehoek soos 'n kegel, en 'n kegel is konsentriese sirkels, sirkels met dieselfde middelpunt. En nou sê hy, in een vlak is 'n driehoek nie 'n sirkel, dit is net so. Maar driedimensioneel met beweging by, begin het al op 'n manier sin maak dat 'n driehoek 'n sirkel kan wees. Ons kyk in vier dimensies en ons sê, God beheer die mense verantwoordelikheid, dit maak nie sin nie. God kyk in 80 dimensies, 100 dimensies en hy sê, maar natuurlik maak dit sin. Op 'n goddelike wyse pas het precies in mekaar. Of in Godse skepping self, lig. Lig gedra ons soms soos 'n partikel, soos 'n deeltjie, en soms soos 'n golf. En as ons wil sê, nee man, besluit wat jy wil wees en stiek toe. Maar in Godse skepping is 'n golf of 'n partikel, en hy gedra ons soms soos 'n partikel, en soms soos 'n golf. En dis net hoe dit is. Dis net hoe dit is. En dit is hoe dit is. Die mense hart maak planne, maar die antwoord van die tong kom van God. Ja, terloops, daar is soveel meer dinge wat partykeer vir ons nie logies by mekaar gebring kan word nie, maar wat in die Bybel net saam genoem word en geopenbaar word as die waarheid. Byvoorbeeld, God drie-enig. God is een, maar onderskei in drie persone. Vir ons wil het net nie sin maak nie, en toch is het waar. En dis God homself openbaar in die skrif. Of geloof is 'n gawe, Efesiërs 2 vers 8. En toch moet ons as mense glo, 1 Johannes 3 vers 23. Dis 'n gawe van God, dis 'n opdrag aan die mens. Of dan nou hier, God bepaal, hy beheer en hy sorg, en die mens het 'n verantwoordelikheid en maak keuses en dit het gevolge. As ons alleen vashou aan God bepaal alles, dan word ons eintlik passief. Dan maak ek eintlik maar wat ek wil en ek laat alles maar net verloop, want God bepaal mos. Dan gaan ek ook nie meewerk aan oplossings vir hierdie COVID-19 krisis nie. Ek hoef nie mee te werk aan die keer van die verspreiding van die virus nie. Ek hoef nie die nood wat ontstaan aan te spreek nie, want God is mos maar in beheer. En dit maak my passief.
Aan die andere kant, als het gaan oor ek het al die verantwoordelijkheid, dan zal ik waarschijnlijk verlam worden door vreesachtigheid. Want alles wordt bepaald door wat ik doe. En als ik niet denk aan alles wat kan verkeerd lopen, als ik een foutje maak, dan is die leven in ons handen. En die uitkomst van COVID-19 gaan in ons handen wees. En ook die troost van ons is in Gods handen en hij laat alles in goede meewerk, is dan niet meer daar. Die wereld maakt soms alsof die leven in ons eigen handen is. Als je gaat kijken naar die fliek Back to the Future, dan sê dat ons keuzes is bepalend. Ga net terug, maak ander keuzes en dan is alles anders. En dalk wil COVID-19 voor ons weer terugbrengen bij die punt om te sê, dalk het ons niet zo alles in beheer. Dalk is die mens niet zo machtig als wat die mens denkt hij is. In die Bijbel leer ons echter, God is in beheer. En die mens het de verantwoordelijkheid. Je moet al twee vasthou. Maar dan is daar ook een belofte te midden van hierdie werkelijkheid. En hierdie belofte krijgen ze vers 28 van Romeine 8. Daar staan alles werk ten goede mee vir die kinders van God, vir die wat om lief het. Maar ten goede mee werk is niet altijd volgens menselijke maatstaf en binnen die menselijke tydtafel. Godse ten goede meewerk is dikwijls vanuit een ander perspectief en vanuit een groter prentjie en ook een geestelijke prentjie wat soms meer is als wat ons als mensen kan zien. Ik wil het graag weer met een voorbeeld uit die skrif aantoon. Daar is een plekje geweest Dothan en ons kan die verhaal in Genesis 37 gaan lees. En nou krijgen ons Josef se 11 broers bij Dothan. En jy sal onthou, Josef was die bedorven brokkie. En hij en zijn broers, hulle het mekaar sy grapjes niet zo mooi verstaan. En daar was een beetje vijandigheid geweest. En toen Josef nou naar Dothan toe kom, waar zijn broers is en waar hulle die vee oppas, toe sê hulle, maar kom ons maak vir Josef dood. En dan op Ruben se aandrang, die oudste seun, gooi hulle hom op die ouwe net in een put. En Ruben het eindelijk gedink, hy gaan later om weer die put uit haal. Maar toe, terwijl Ruben weg is, toe kom daar handelaars voorbij en toe verkoop Josef se broers hulle aan hierdie mense en hy word weggevoer as 'n slaaf naar Egypte. Dinge het nie ten goede meegewerk. Dinge het nie reg uitgewerk. As ons bloot by Dothan en daar die tydstip en tyd gaan stilstaan, dan is ons eindelijk verlee oor wat met Josef gebeur het. Hoekom het die Here nie ingegryp nie? Alles werk dan nou nie ten goede mee nie. Maar ons weet, dat as ons uitzoom in tyd, en in plek, en een bietjie verder gaan in die verhaal, dan lees ons dat Josef is op die ouwe Egypte toe, en daar baie dinge gebeur, maar uiteindelijk het hy die koning sy paleis diens gedoen. Hy was die instrument, zodat kos opgegaar word in die vetjare, zodat daar kos was vir die 7 maarjaar. Ook toe sy familie later naar Egypte toe kom, as gevolg van die hongersnood, was daar redding en kos vir sy familie, en ook kon die Israëlieten blyplek kry in Egypte. Jy moet in tyd en geografisch moet jy uitzoom om iets van Godse plan, om iets van die ten goede te verstaan. Het probleem is net, meestal het ons as mense het ons nie genoeg uitzoom ruimte nie. Ons kan nie ver genoeg uitzoom in tyd en in plek om die ten goede van God altyd raak te sien. Ja, op die ouend, God is actief bezig en was actief bezig ook in Dothan. Hy het ten goede laat meewerk. Daar was inderdaad verkeerde keuses. Die broers het om wou om doodmaak en om een put gegooi en om later verkoop. En is verkeerde keuses en dit kan nie aan God toegeskryf word nie. Maar dieselfde tyd is God nie verras deur wat mense doen nie. Of bloot God tree nie reactief net op wat mense doen nie. Hy is actief bezig om dinge te draai en te gebruik sodat dit ten goede meewerk. John Piper vertel hierdie story om ook aan te dui hoe min ons verstaan oor hoe dinge regtig uitdraai. En dat is nie altyd die ten goede
so vinnig en makkelijk zien. Hij vertelt die verhaal van een man, een arm man wat een paard gehad het. En toen op een dag, toen hardloop hij die paard weg. Hij komt uit sy kraal uit en hij hardloop weg. En toen zei hij, maar kon God het niet verhinderen? Wat een tragedie, hierdie man sy enigste paard wat weggehardloop het. Wat een tragedie. Twee dagen later, toen kom hy paard terug met 20 wilde paarden wat samen met hom terugkom. Wat een sien, hoe wonderlijk is het niet uitgewerkt. Dit het ten goede meegewerk. Dit was Godse plan. Twee dagen later, toen wil hierdie man sy sien een van die paarden rij, hierdie wilde paarden, dus kop die paard sy been af. Wat een tragedie. Dit was nu toch die vijand wat dit negatieve dingen wil inbring. Hoekom moest het zo so slecht uitdraaien? Twee dagen later, toen kwam daar een beruchte bende dier die dorp, wat al die jongseens dwing om deel te worden van die bende en hulle word weggevoer, maar hierdie sien word gelos, omdat sy been gebreek is. Wat is sien? Alles werkt ten goede mee. Wat er genade is het nie? Die punt is, wat weet ons rechtig? Ons wil so vinnig gevolgtrekkings maak. Wat weet ons van die volle prentjie, daar die volle prentjie wat instrek tot in die toekomst, wat instrek tot in een geestelike dimensie waar ons niet kan zien? Ja, COVID-19, met zijn hartseer, met zijn crisis, ja, een tragedie. Ons het niet die volle prentjie, en ons weet niet wat die groter plan is nie. Maar ons weet uit Romeine 8 dat God zelfs ook dit gebruik ten goede voor die wat om lief het. Ja, dalk word mense juist nou tot stilstand gedwong om te denken oor die lewe. En om te beseffen dat ons als mense is nie so in beheer van die lewe as wat ons gedink het. Dalk moet mense weer beseffen dat die lewe is nietig en broos en tydelik en dat jy eerder deel moet hê aan God en een verhouding met God wat groter as die lewe is, wat in ewigheid instrek. Ja, dalk moet gesinne weer bij mekaar kom in hierdie tyd. Dalk word ons ook weer gedwong om te dink oor ons verhouding met die Here, selfs wanneer ons Christen is. Dat ons seker maak, dis nie net vorm, of dat het een gedeelte van ons lewe is nie, maar dat alles bepalend is. Ja, dalk moet ons leer, en is die ten goede meewerk, is dat ons moet leer om te volhard, leer om meer te bid, leer om meer te vertrouwen. Natuurlijk werk ons als kinders van God, eerstens en als vertrekpunt, volgens Godse openbaarde wil, werk ons met heelmaking, met voorspoed, met gezondmaking, met verzoening, met vrede, met herstel, met opbouw. Dit is die wese van wie God is. En daarom is dit wat voor ons bid, en dit is waarmee ons meewerk. Dit is ons opdracht. Maar wanneer heelmaking en herstel niet dadelijk kom nie, dan moet ons ook weet, en ons weet, God is ook in dit bezig om ons te vormen. In dit bezig om met ons en met mensen een pad te stappen. Daar is een groter prentjie wat ons als mensen niet altijd raak sien. Maar die vraag is dan nou, wat maakt ons met dit alles? God is een beheer, maar hij is niet de auteur van die pandemie. Nie. Die mensen het de verantwoordelijkheid en het gevolgen. Niks kan ons van Godse liefde skei nie. God laat alles ten goede meewerk vir die wat om lief het. Wat maak ons met dit alles? En miskien lê die antwoord nie in 'n ingewikkelde formulering van moeilike dogmatische begrippen. Miskien is het nie 'n dilemma wat ons moet oplos nie, maar dalk net waarhede wat ons moet omhels en in die praktijk moet leef. Miskien moet ons net omhels en in die praktijk leef een persoonlijke verhouding met God. Ja, het gaan oor God. Het gaan oor God wat voor jou lief is. Hij heeft voor jou zijn seun gestuur. Christus heeft voor jou aan die kruis gesterf. Jij hebt om in die geloof omhels. Ja, God voor wie jij lief is. Hij is jouw hemelse pa. Hij is almachtig. Jij is in zijn arms. Hij oorspant tijd. En toch, alhoewel hij tijd oorspannen, is hij nou hier bij jou in hierdie moment van gebrokenheid. En je leeft nou en hier
in een verhouding met hom en in verantwoording teenoor hom. Ja, misschien gaan het net oor om te leef in een persoonlijke verhouding met die Here. Dit gaan oor die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Vers 28. Ja, een geloofsomhelsing van Godse genade door sy genade. Een belijdenis van jou liefde voor God als gevolg van zijn liefde voor jou. Kortom, omhels en leef Godse genade als kind van God. Als jij nie die Here ken nie, val op jou knieën en sê, Here, ek het U nodig, Jezus, ek het U nodig, die lewe is te groot voor mij, die lewe is meer as wat ek kan hanteer, ek het U nodig. Maar ook als jij een Christen is, maak zeker dat jij een ware persoonlijke verhouding met die Here het. Nie maar formalisme en een gewoonte en dat Christenskap bloot een belangrike aspect van jou leven is nie. Christenskap beteken Christus is my leven. Hy bepaal my leven, my prioriteiten, my vreugde, my identiteit. Om nabij aan God te leven. Het is misschien waar het gaan. Leef in een nabij verhouding met God. Maar dalk ook in die tweede plek. Leef in die troos en die vrede van God dat hij beheer en hij bepaal. Jij is niet uitgeleverd aan omstandigheden. Jij is in Gods hand. Jij is niet een product zelfs van jou eie keuzes nie. Maar jij is een product van Godse genade. Baie dinge kan gebeuren en inderdaad verstaan ons nie alles nie. Maar niks kan jou in die hand van die Here ruk nie. Niks kan jou van Godse liefde skyn. Psalm 23 sê, al gaan ek dier die dal van doodskare weer, God is bij my. Jesaja 43 sê, al gaan ek dier die riviere, die Here is bij my. Al gaan ek dier COVID-19 lockdown, al is daar siekte en gebrokenheid, ons sal nie bang wees, ons sal nie paniekerig rondpik nie, want ons leven is geanker in Godse liefde, ons leef vanuit ons verhouding met hom. Praktisch net, omhels en leef hierdie troos en hierdie anker van God is een beheer en niks kan mij van Godse liefde skyn. Ja, dat net praktisch in die derde laatste plek. Leef net jou verantwoordelijkheid en jou opdracht. Ons weet niet altijd hoe pas het in nie, maar ons weet, als kinders van God, gaan God ook van ons verantwoording eis van dit wat ons moet doen. En daarom doen het wat jy moet doen. Omhels om in die geloof, leef tot eer van God, 1 Korintiërs 10. Leef heilig, 1 Petrus 1. Gaan maak disciples van alle nasies, Matteus 28. Spreek die nood aan, Matteus 25. Juist ook in een tijd, soos hierdie. Bewijs naaste liefde, Matteus 20. Juist dalk, dier die verspreiding van die virus te keer en voorzichtig te leven. Ja, misschien gaan dit daar oor. Leef Christenskap. Omhels en leef uit jou persoonlijke verhouding met God. Kom jou verantwoordelijkheid na en omhels die troos en die vrede van God bepaal en hy beheer. Ja, en hoe meer ons hierdie waarhede omhels en het leef en Christenskap uitleef, hoe meer ik mijn verantwoordelijkheid nakom, hoe meer besef ik Christenskap. Is niet omdat ik beter is als andere mensen, of dat ik dingen beter recht krijg, of dat ik dingen beter verstaan, maar dat is bloot eerstens omdat God in sy liefde naar mij toegekomen het en naar jou toegekomen het en ons harte verander het. Die focus is op God. Dit gaan oor God. Hij is die lewe. Ook in tye soos hier. Amen. Kom ons bid saam. Ja Vader, ons erken en bely dat U ons God is. Dat U almachtig is, dat U in beheer is, dat U alle dinge ten goede meewerk en dat niks ons van U liefde kan skyn. Ons bely dit, Here, met dankbaarheid teenoor U. Ons bid steeds, Here, vir hulle wat in die mediese beroep staan, wat moet versorg. Here, gee hulle krag, gee hulle perspektief, gee hulle wysheid. Ook regerings, politici, wat besluit moet neem. Ja Here, wil U hulle begelei deur U Heilige Gees. Ons bid vir elkeen wat siek is. Ons bid vir genesing. Ons bid vir heelmaking en krag. Ons bid vir elkeen wat in hierdie tyd eensam is, wat alleen is, wat vasgehok is. Ja Here, wil U in U genade
deur die Gees elkeen aanraak en vul met u vrede en met u liefde. Here, u en u alleen is ons God. U is ons koning. Ons loof en ons prijs u naam. Amen. Mag die Here u toevou in sy genade. Tot ziens.